Kinderen met druk, dwars en dromerig gedrag krijgen steeds vaker het label ADHD. Volgens de Gezondheidsraad komt dit doordat er meer druk op kinderen ligt en wij als maatschappij afwijkend gedrag minder accepteren. Kinderen met ernstige problemen krijgen hierdoor tijdig de specialistische zorg die zij hard nodig hebben. Maar we zien ook dat kinderen met mildere problemen deze diagnose en bijbehorende behandeling krijgen, terwijl hun ouders het niet altijd eens zijn met deze diagnose. Zij voelen zich onder druk gezet en vinden dit niet de beste oplossing. Kinderen zijn in die afgelopen 30 jaar echt niet veranderd. Maar wat wel veranderd is, is hun omgeving. En daar bedoel ik mee dat de maatschappij veranderd is. Ook vaak gezinnen zijn ook anders dan 30 jaar geleden. En dus krijg je dat de veranderingen in de klas ook hun invloed hebben op kinderen en hun gedrag van kinderen. Lennart is een temperamentvol, ontdekkend jongetje. En hij is heel vrolijk en heel erg zichzelf. En hij ziet altijd beestjes. En als we onderweg zijn en hij is actief, hij klimt op dingen. Hij fietst al heel vroeg en hij fietst heel hard. Maar hij valt nooit, want hij is sterk en hij kan zich opvangen. En het is een heel bijzonder kind. Hij kwam op de school toen hij 4 was. Op de basisschool waar onze beide oudste kinderen ook op hebben gezeten. En dat ging al vrij snel ging dat niet zo goed. Want hij was agressief. Hij sloeg andere kindjes. En dat was een beeld wat we eigenlijk thuis niet van hem kenden. Wel dat hij temperamentvol was. Dat hij wat vaker duidelijke structuur nodig had en duidelijke regels. Dat hij wat vaker op de trap zat met een time-out. Maar voor de rest was dat wel goed te doen thuis. Dus we herkenden dat niet van thuis, maar we bekeken dat wel met veel zorg. 10, 15 jaar geleden kwamen al die etiketjes de klas in. Maar datzelfde geldt voor dyslexie. Ik geloof dat in 2005 voor dyslexie het in het zorgpakket de ziekteverzekering kwam. En het aantal dyslecten, ik geloof dat het, ik weet niet precies, maar 5 keer zoveel werd. Ineens had je heel veel meer kinderen met dat etiketje, want dan kreeg je het vergoed. Want ze wilden Lennart observeren met een camera. Dat was dan het idee om te kijken hoe zijn gedrag was in interactie met anderen. Waarop mijn man zei, Lennart is een kind van 4 en geen TBS'er. Dus daar gingen we niet mee akkoord. Een kind moet een kind kunnen zijn. In mijn eerste jaar, dat ik 21 jaar was en de kinderen van 6 jaar moest leren lezen, daar zat een jochie in. Ik weet zeker dat die ADHD had. Alleen bestond dat toen niet. Die was gewoon Pietje Bel, die was gewoon een beetje druk. Die viel elke dag van zijn stoel. Dus die heb ik leren lezen. Heb ik met zijn ouders overlegd. Hij valt steeds van zijn stoel. Maar ik wil hem toch leren lezen. Dus is het goed als ik leren lezen, de les doe, de instructie. Daar zaten we een kwartiertje in de kring. Dan klemde ik hem tussen mijn knieën. Zat die klem vast. En zo heb ik hem leren lezen. Lennart wordt niet geobserveerd. Langzaamaan gaat het beter, maar zijn rapport stelt teleur. Er stonden alleen maar minnen in, en plus minnen, maar 16 minnen. En vooral op het gedragsgebied. Ik kan niet beschrijven wat voor gevoel dat was voor mij. Maar ik had wel zoiets van, alles zakte wel een beetje onder me vandaan. En ik kon niet echt meer, ik was echt... ik was er behoorlijk van onder de indruk, op een negatieve manier. En ze blijven erbij dat een observatie het beste is. Terwijl wij wel begrijpen dat je op den duur misschien, als een kind niks leert, dan zal het op den duur misschien eens moeten. Maar ik vind zelf ook bijna in strijd met de rechten van ons kind, dat die wordt geproblematiseerd. Terwijl ik hier die problemen niet zo zie. 17 jaar geleden werd bij de zoon van Yvonne ADHD vastgesteld. Westie was een heel druk kind. Wel een heel lief mannetje, maar ontzettend druk. En Westie is op 11-jarige leeftijd gediagnosticeerd met ADHD, PDD-NOS, Sheila Tourette en LVB. Uiteindelijk belandt Westie in een crisis, krijgt medicatie en wordt een jaar lang opgenomen in een psychiatrisch centrum. Bij de diagnose van Westie werden alle problemen aan hem toegeschreven en werden belangrijke omgevingsfactoren over het hoofd gezien. Als deskundige
tegen jou zeggen dat alles bij je kind ligt, dan neem je dat aan. En eigenlijk wil je dat ook aannemen. Want diep in je hart is het eigenlijk toch ook wel makkelijker, en dat zet ik tussen aanhalingstekens, dat de oorzaak bij je kind ligt en niet bij jezelf. Uiteindelijk bleek de oorzaak natuurlijk voor een gedeelte bij hem te liggen, omdat het gewoon een druk, energiek mannetje was. Maar had hij stabiele ouders gehad, dan was het denk ik niet zo verlopen. De ouders hebben spanningen en relatieproblemen en gaan scheiden. Na de scheiding vallen de spanningen thuis weg. Moeder neemt, samen met de hulp van vrienden, de zorg van Wesley in eigen hand en stopt met al zijn medicatie. Toen heb ik het eigenlijk zonder enige hulp gedaan. En dat was niet altijd makkelijk. Want Wesley had natuurlijk al een lang traject achter de rug. En het is niet binnen een half jaar of een paar maanden over. We hebben er behoorlijk aan moeten trekken met z'n allen. Ook Wesley. Hij wilde een normaal leven en daar heeft hij enorm voor geknokt. Hij heeft zich gestort op bijvoorbeeld op vrienden, op sporten. Ja, met Wesley gaat het heel erg goed. Hij werkt lekker. Hij is commercieel technisch medewerker en plaatsvervangend leidinggevende bij een internationaal bedrijf. Hij heeft een groot sociaal leven. Hij sport nog steeds ontzettend veel. Hij woont 5 jaar al zelfstandig. En dat zijn allemaal dingen die dus zogenaamd niet zouden gebeuren. Hij zou nooit een zelfstandig leven kunnen leiden. Hij zou altijd afhankelijk blijven van de hulpverleners en van zijn ouders. Hij zou geen normaal sociaal leven hebben. En dat is dus allemaal niet gaan zoals ze gezegd hebben. Ouders die liever geen psychiatrische diagnose en behandeling voor hun kind willen, staan vaak alleen en het is voor hen lastig om hulp, informatie, steun en handvatten te krijgen. De aanpak Druk en Dwars, gebaseerd op de uitgangspunten van Stepped Diagnosis, biedt een podium, een netwerk, lezingen en cursussen voor deze ouders. Ik zou willen pleiten voor meer diversiteit en dat het niet meteen probleemkinderen zijn. En wij hebben zelf, zien we gewoon het in de praktijk, dat er heel veel kinderen zijn met ADHD die daarvoor ook medicatie krijgen. Ook in een klein dorp, we kennen ze allemaal. Ze zijn al gestigmatiseerd voordat ze 14 zijn. Op dat moment heeft het kind een probleem en heeft een etiket. En dan moet je er ook aandacht aan besteden. En dan moet je er ook anders mee omgaan. En dan hebben we, dat kind heeft niet alleen een probleem, de leerkracht heeft een probleem, ouders hebben een probleem en iets wat een probleem is, is eigenlijk niet leuk. Ik wist als ik hem zou vertellen wat hij allemaal zou mankeren, dan neem je zijn toekomstbeeld weg, zijn zelfvertrouwen haal je weg bij hem. En wat je ook krijgt is dat het kind zelf gebruikt het als excuus. Van ja, ik heb nou eenmaal ADHD, dus je mag niet van mij verwachten dat. Een kind gaat op een gegeven moment zich identificeren met het patiënt zijn. En die komt daar niet meer los van. Met geen enkele mogelijkheid. En ik wist, als ik dat wil voorkomen en als ik wil dat hij zich gezond gaat ontwikkelen, hoe zwaar dat ook is, dan moet ik dat dus niet vertellen. Ik zou graag willen dat Lennart kan zijn wie die is. En niet dat omdat hij allerlei leerdoelen moet behalen, Hij daardoor zou moeten veranderen. Wij willen gewoon niet dat hij hoeft te veranderen voor het schoolsysteem.